Welkom bij aflevering 31 van de Spelerscarrière. In deze aflevering gaan wij met Manchester United praten over onze transfer. Dus moeten we daar eens natuurlijk even heen rijden. Dat gaan we op dit moment doen. Maar we zijn natuurlijk erg gestrest. Dus even peuken rokken. Maar dat kan nog wel eens heel moeilijk gaan worden. Want als topsporter moet je natuurlijk eigenlijk niet roken. En stel je voor dat hier een foto van wordt gemaakt. Dat is iets voor in de toekomst. Je kan hem al een beetje voelen natuurlijk. Dan gaan we terug naar het hotel waar wij in de garage ons autootje gaan parkeren. Nou, niet zomaar een autootje. Dat is duurder dan het huis waar ik in woon, denk ik. Maar ik denk, met wat natuurlijk eigenlijk gepimpt is en dat soort dingen. Ik denk een auto van 300.000 misschien is het bijna wel. Aan pimpen dingen. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan natuurlijk nu praten over het transfer met Manchester United. En dat doen we nu. En dat is wat we gaan doen. 140.000 per week naar jullie hebben gestemd. Accepteren we de transferaanbieding? Ja. Ja, dat gaan we doen. We gaan hem accepteren. We gaan naar Manchester United. En ik weet het. Jullie zijn een beetje sceptisch. Een aantal van jullie. Hè? Een groot percentage toch nog wel. En ik weet niet zeker. Is het nou best wat we kunnen doen? Maar geloof mij maar. Dit gaat heel leuk worden. Geloof mij maar. En hier is een aantal transferberichten. Hij zien we graag weg. En ik denk dat het echt een goede stap is voor ons. Als Manchester United zijnde ook natuurlijk. Want we zijn een goede speler. En we blijven maar groeien. Maar we hebben natuurlijk wel concurrentie. We hebben Rooney, we hebben Cavani, we hebben Martial. Dat is wel een probleem. Maar ik heb vertrouwen in dat Louis van Gaal, die nog steeds he coach is, die gaat ons helpen. En die gaat ons plekken geven in het eerste elftal. En ik weet zeker dat we dat ook kunnen gaan doen. En we moeten 13 doelpunten gaan maken en 5 assisten. En dan is het goed. Dus we doen de allerlaatste geconstateerde training, spelerscarrière. En ik heb nu nog ongeveer 164.000 credits over. Dus ja, als je nog zegt, dat moet je echt kopen. Ik heb alles wat ik kan kopen voor mijn online prof, heb ik al gehaald. Dus ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik nog iets over heb. Ik heb laatst nog gekeken, maar helemaal niks. Dit is een sessie dat we aan het trainen zijn. En kijk nou eens wat voor spelers we mee trainen. Ara Turan, Juan Mata. Dat zijn toch wel jongens die je niet zomaar tegen speelt. Hier, oh, jong wordt even gepaneerd. En dan schieten we hem er mooi in. Even een teamverslag. Zodat jullie een goed idee hebben wat de ratings zijn allemaal in het team. En waarom ik misschien verbaasd ben dat sommige spelers worden opgesteld. En waarom niet? En dat je zegt, nou, dit is. En je kan je goed zien. Memphis Depay, die is natuurlijk wel een van de grootste sterren. Maar er is dus een. Ja, een beetje een roddel in het transfergeruchten dat hij weggaat. Dus ik weet niet zeker of dat het geval is. Martial is maar 77, hè? Hij is maar 77. Dus wij staan echt bovenaan in de lijst van het kiezen van de spitsen, denk ik. En naast natuurlijk Cavani en Rooney. Maar Rooney speelt ook heel vaak achter de spits. Ik weet niet of natuurlijk, ja, realistisch gezien is dat een mogelijkheid. Maar ik weet niet zeker of dat in FIFA 16 op dit moment. Oh, ik heb echt zin in FIFA 17. Dat alles gewoon weer logisch is, want ik loop nu, ik heb het idee dat ik met sommige spelers echt een beetje achterloop van welke posities ze spelen, of wanneer ze worden opgesteld, of wanneer niet, of hoe goed Martial wel niet is vergeleken met FIFA en zo. Ik heb echt zin in FIFA 17, maar ja, we gaan zien of we opgesteld worden. Alles wedstrijd is tegen Southampton en daarna moeten we dus tegen onze oude ploeg Everton, en dit is de allereerste wedstrijd van het seizoen, als ik het goed heb, volgens mij voor United, want ja, ik kan zweren dat het. Ja, inderdaad. Het is de allereerste wedstrijd van het seizoen. Het is op 5 augustus. Dus we zitten vrij recent, precies een jaar geleden. Als ik kijk naar de upload data van deze video. En ik denk in deze wedstrijd dat we ook een aantal Nederlanders aan het werk kunnen gaan zien. Natuurlijk in ons eigen elftal met Depay. En Blind. Blind wordt ook heel veel opgesteld, valt me op. Maar natuurlijk ook met onze jongen Sam Isidrisi, 31,5 miljoen. Meer dan de vorige keer. Volgens mij was het iets van 23 of zo. 26 miljoen. Misschien kunnen jullie maar helpen herinneren van de vorige keer. Maar ook heel veel Eredivisie gevoel. Maar vooral ook Klaasie en Narsing, die natuurlijk bij Southampton spelen. We hebben ook nog Lens bij Sunderland. En er zijn een aantal andere Nederlanders in de Premier League. Is wel leuk dat we er zoveel mogelijk van zien. Blind speelt ook hier. En dit is het elfde wat het moet gaan doen. Powell is een jongen uit de jeugd. Is een, terwijl we hebben gewoon beter, hè, voor de positie. Ik vind het heel apart waarom die gekozen. Maar Powell is een Welshman, dat jullie even weten. Dit is IJs de allergrootste kans van de wedstrijd. Elfde minuut, kap naar binnen, gaan voor het schot. Er zit aan het eerste doelpunt. En Blind kopt hem erin. Dan is het 0-1 voor Manchester United. Dat is toch wel een speciaal iets natuurlijk. Als je allereerste actie meteen een doelpunt kan worden. Maar jammer genoeg wordt hij hier gestopt. De Forster en is het. Ja, dat had zo mooi geweest als ze meteen konden scoren. Maar Blind die anticipeert heel goed deze beweging. En volgens mij is het daar Cedric, de verdediger van Southampton, die niet op het goede moment springt. En wij rennen hier een beetje ongemakkelijk door het beeld heen. Dit is dan de tweede helft. Narsing gaat eruit. En
Tadic komt erin, volgens mij. En dat is Bastian Schweinsteiger voor Nick Powell. En in Nick Powell is dan die aanvallende middenvelder. En volgens mij wordt er een beetje doorgeschoven en komt Schweinsteiger gewoon als verdedigende middenvelder te spelen. Die is 87, hè, Schweinsteiger, in deze carrière nog. Dus hier wordt hij wel actief gebruikt door Louis van Gaal. Ho, Klaasie, met een hele mooie... Ja, wat was het? Een bicycle kick, was dat. Dat was een hele mooie fiets kick. Ja, heel... Als je het gaat vertalen, dan krijg je hele rare dingen. Maar Klaasie, die scoort echt bijna met echt een fantastische goal. Maar het is hem voor hem nog niet. Dan een hele grote kans. En Forster redt heel mooi van de lijn af. Hele mooie vrije trap van Arda Turan op ons hoofd. Dat is hij hoor. Hij is hier met de tweede kans van de wedstrijd. Maar het is een vrij dode wedstrijd, al zeg ik het zelf. En Forster, die houdt ze erin. Maar het wordt gewoon een mooie 0-1 in het shirt van United, onze allereerste overwinning. En Schweinsteiger, die klapt. Volgens mij is hij misschien man van de wedstrijd geworden. Het zou kunnen. Misschien is dat wel Blind. Ik denk dat het Blind is. Het lijkt me logisch dat het Blind is. Die heeft wel gescoord. We gaan even kijken. Ja hoor, het is Blind. 7,7. En hier kan je zien. Oh, Schweinsteiger is wel op Kamp gebruikt. Dat is wel apart. Ik had het zelf anders gedaan. Maar dat, ja, dat is aan mij. Ik ben nou eenmaal geen manager in deze video. Dan is het Everton, de wedstrijd tegen onze oude werkgever. Ook wel een belangrijk iets. Want als je het gaat vergelijken met waar wij geweest zijn als, ja, als speler zijn. We komen natuurlijk van een Everton af wat wel echt op de goede weg omhoog was. We hebben Champions League voetbal gehaald. Dat was wel echt een heel speciaal iets. Dus ik ben toch wel heel erg blij dat ik dat heb kunnen realiseren. Maar gelukkig spelen wij ook Champions League voetbal bij United. We zijn nog niet ingelood en Everton moet nog play-off spelen. Dat kan ik me nog herinneren van dat ik op de kleine kijk. Depay en Lacazette zijn spelers om te bekijken. Ook vooral omdat Lacazette natuurlijk net getransfereerd is voor 60 miljoen pond. En Depay, die gaat waarschijnlijk weg, dat denk ik. Want er zijn geruchten. Er zijn geruchten op de transfermarkt. En we gaan het zien. Er zijn ook geruchten dat spelers zoals Robben en Bale, een van die twee, dat United die wil hebben. Dus dat zou wel heel vet zijn als ik met een van zulke grote spelers mag spelen. Opnieuw geen Klaassen in de beginelf van Everton. Een van mijn favorieten natuurlijk, weten jullie. En dan is dit een mooie kans met een schot op doel. Maar dat wordt hem niet. En dan is er volgens mij Hens of een overtreding of iets. En dan is het een vrije trap. En dan is het Depay die hem neer mag leggen. Doet een paar mooie stappen naar achter. Gaat klaar staan voor het schot. 3, 2, 1. En Memphis Depay scoort. Hele goal van Memphis Depay. Laten we zien tegen onze oude werkgever hoe dat moet, vrije trappen nemen. Want bij Everton heb ik er volgens mij nog in één keer eentje ingeschoten. Want dan kregen we nooit de kans voor. Hier, als Depay weggaat en er komt wel Robbo of Will, krijgt die natuurlijk de kans. Dus ja, ik zie het eigenlijk niet zo snel gebeuren dat wij de vrije trappen mogen gaan nemen. Misschien in het Nederlands elftal, want we gaan natuurlijk wel over een paar weken is alweer die wedstrijden tegen Wales en Portugal volgens mij. En dan hier een hele grote kans voor Deulofeu. En Deulofeu die scoort in het shirt van Everton. Palen. De oude Barcelona speler. Die kan heel erg goed gebruik maken van het feit dat wij hier gewoon volledig in de fout gaan. Kijk nou wat een rare kluts die gebeurt. Maar wat ik net wil zeggen was. Portugal en Wales is volgens mij de teams tegen wie we gaan spelen in de WK kwalificatie met Nederlands elftal. En ik ga ervan uit als je als spits speelt zijn bij United speelt dat je wel geselecteerd wordt. Over spits bij United zijn er gesproken. Laten we het hebben over onze speler, Icy. Hier geeft een balletje Snijderling en die geeft hem aan Powell. En Powell die scoort en die doet hele goede zaken. Misschien wordt hij wel geselecteerd voor het elftal. In het nationale elftal van Wales. Samen met Gareth Bale. Die kan misschien nog wel United speler worden. Ik zou toch liever Robben hebben. Dat lijkt me heel vet hoor. Als je Robben gewoon bij United speelt. Maar ik zie het niet zo snel gebeuren dat een van die twee eigenlijk komen. Maar we zullen het zien. Altijd leuk om daarover te hebben. Powell die dus wel een mooi doelpunt scoort. En de volgende wedstrijd in onze carrière is Arsenal tegen Manchester United. Dan in de tweede helft. Want alles daarvoor gebeurde allemaal in de eerste helft. Dat verwacht je eigenlijk niet. Worden wij gewisseld. Maar dan is de wedstrijd alweer over. Dus Rooney klapt dat hij wordt ingewisseld voor een paar minuten. Maar we hebben het respect van de manager dat we toch wel gewoon volledige wedstrijden mogen spelen. Dat is wel heel vet. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, laat dan een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering. See ya.